Goedenavond iedereen en welkom terug nogmaals bij onze reis door de tijd. Volgens mij is het tijd om in het fort van het bos in te gaan. En weet je wat? Ik ben eigenlijk nu helemaal zat gewoon elke keer opnieuw te moeten uitleggen waarom wij hier zijn. Wat deze serie voor soort is en alles dat. Volgens mij is het waarschijnlijk niet nodig. En ik ga gewoon niet doen. En ook moet ik even... Ik geef om dat ik een beetje, ja, nog steeds wat moe ben. Het is helemaal niet zo erg als vorige keer. En dit keer... Oh, godverdomme, dat werkte feitelijk. Oké, leuk. Dit keer, godverdomme, dat had niet moeten lukken. Maar ik ben er blij om, oké. Dit keer doe ik de stem en de video tegelijkertijd nog een keer. Zoals je waarschijnlijk al hebt kunnen horen. Want als ik dat doe, dan word ik heel makkelijk gedistraheerd. Maar goed. Ik doe dat nou. Want nu ben ik op dat soort punt waar ik... Ja, ik ben wel wat moe vanwege veel werken en zo. Maar ik heb weiniger gewerkt en meer kunnen ontspannen. En dus is dit ook een soort van manier om te kunnen ontspannen? Het is... Volgens mij denk ik het gewoon zo dat... Nou ja, ik doe dit om Nederlands te praten. En ik voel een soort van druk om dat best wel goed te doen. Maar dat moet ik eigenlijk proberen te kunnen vergeten. Ik moet onthouden dat ik geen Nederlander ben. En het is oké voor mij om fouten te maken. En om helemaal niet perfect te praten. Maar toch... Ik ben op dat soort punt gekomen. Waar ik goed genoeg in de taal ben. Dat als ik fouten maak, denk ik... Oh, godverdomme. Dat had ik eigenlijk moeten weten. En ik had dat kunnen voorkomen. Had ik gewoon nagedacht. En zo. En volgens mij is dat helemaal onnodig. En ik moet beter worden in dat te proberen met te herinneren. Want het maakt gewoon onnodig druk. En zie je, nou kijk je. Nou zit ik hier en ik denk... Wacht, is het de druk of het druk? En... Ik zit daar zo lang en vol stress na te denken. Maar daarna realiseer ik me dat, weet je wat, het maakt helemaal niet uit. Het is niet verwacht om mij alles dat heel perfect te kunnen. En één goed manier om dat voor mij te onthouden, is als ik met andere buitenlanders hier in Noorwegen praat. Want dan is het nog een keer duidelijk, gewoon dat zelfs mensen die een taal... meerdere jaren hebben gesproken. Misschien hebben ze in een land half zijn leven gewoond. En toch maken ze fouten die eigenlijk best wat eenvoudig zijn. En je denkt dan, ja, eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit. En ja, ik heb altijd geweten dat het niet uitmaakt. Maar ik voel toch een soort van druk ervan. Is iets wat ik merk. Ik voel een druk die heel onnodig is en die eigenlijk aan niemand anders dan mezelf helemaal uitmaakt. Nou, dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan om het over te hebben, maar ik begon te praten en zo ging het gewoon. Ik had eigenlijk zin in gewoon te herstarten, want ik voelde, wauw, dit is helemaal niet wat ik van plan was en het voelde gewoon niet zo goed. Maar weet je wat, ik ging door, want ik dacht, nee, ik moet ophouden met keer en keer opnieuw. Opnieuw te starten. Gewoon omdat alles niet ideaal gaat. Ik moet onthouden dat niet alles is altijd perfect. En ja, ik zie mezelf eigenlijk niet als een perfectionist en zo. Maar ik voel het wel misschien een beetje soms hier. Want... Ja, weet ik niet. Het is lastig om uit te leggen. Maar... Het is zoiets. Ik zal proberen een beetje goede woorden te vinden. En dit is niet eens een probleem met de talenlast of zo. Het is gewoon dat... Nou ja, je zou toch kunnen zeggen dat er een talenlast is. Maar het probleem is niet het Nederlands. Het probleem is mijn hele hersenen. Ik ben de woorden tekort. Maar ook gewoon de concepten tekort. Het is niet gewoon dat ik een woordenboek zou kunnen vinden en daarna alles goed maken. Het is gewoon dat ik weet niet hoe ik iets goed uit kan leggen zonder... Nee, weet ik niet eens. En dat is daar gewoon een voorbeeld van. Ai, dit is... Nee,
Dit zit helemaal vol stress. En ja, herinner je je vorige keer toen ik alles gewoon in één poging deed? Ja, gaat vandaag helemaal niet gebeuren. Want vorige keer deed ik de stem en de video niet tegelijkertijd. En toen kunnen gewoon de video afmaken. En daarna de stem opnemen met de tijd van de video. En ik deed dat gewoon zodat... Als ik over het spel niet praat terwijl ik aan het spelen ben, dan is er geen reden om aan mijn falen te tonen. Maar hier is het best wat anders, omdat het live is. Dus zijn... Nou, ik ben niet degene die zoveel reageert op de dingen die ik doe. Of soms wel, maar niet op die soort van overdrijvende manier die misschien YouTube wel wat bekend voor staat. Maar goed, het punt is... Deze video gaat misschien een beetje langer zijn. Vorige video was wat 12 minuten of zo en ik vind dat een best leuke tijdsduur. Of tijdsduur klopt misschien niet, maar goed, maakt niet uit. Maar dat was gewoon een resultaat van het feit dat de video zo was gemaakt. Ik wil zeggen... Oh, daar is een deur. Wacht, wat is dan hier het punt bij? Oké, hier ben ik een beetje bang voor. Maar, laten we even gaan proberen. Kan toch niet zo lastig zijn? Oh, godverdomme. Oh nee, dit gaat lukken. Misschien wel niet. Oké. Dat is best wat interessant. Er is een deeltje van mij die gewoon wil zeggen dat... Nou, dat vertrouw ik voor geen enkel meter hoor. Maar er is ook een ander deeltje van mij die gewoon nieuwsgierig is. Oké, ja, nee. Ik ga hier een beetje oneerlijk zijn. Want volgens mij... Moet ik nu op een vroeger punt beginnen? Ja, oké. Hier. De hele weg hier terug. Ik heb daar eigenlijk gewoon enkel... ik heb daar gewoon geen enkel zin in. En ik ga dat vorige punt laden. Want... Maakt me niet zoveel uit eigenlijk hoor. Het ding is... Moet ik dat alles opnieuw doen? Maakt het eigenlijk geen verschil voor mij. Het betekent gewoon dat ik al die levels opnieuw moet doen. Dat ik al eens heb gedaan. En dat is geen uitdaging. Dat is gewoon vervelend. En ik heb daar geen zin in. Ik heb daar geen tijd van. Voor. Tijd voor. Ja, ik heb daar geen tijd voor. Spijt me, maar ik kies niet voor de geheim. Want het is waarschijnlijk niet bepaald interessant. Want volgens mij... Kan er hier geen geheime uitgang zijn? Dus moet de geheim... Het geheim... Kan eigenlijk niet zo heel interessant zijn. Ik kan me niet voorstellen wat het zou kunnen zijn. Waarschijnlijk gewoon 3 op maan of zo. Oh, je kan er niet aan staan. Wist ik niet. Of als ik het ooit wist... Wist ik het niet meer. Want ik probeerde eigenlijk met mijn mantel te draaien. Zodat ik hem gewoon af kon slaan of zoiets. Maar dat kon niet. En ik dacht, ja, dat had ik eigenlijk een beetje verwacht. Want ik moest toch proberen. Ik dacht, voor het slechte geval. Dan zou ik gewoon aan zijn platform kunnen staan. Maar nee, kon het niet hoor. Oké. Dat level duurde heel erg veel langer dan het helemaal enkel rechtop had te doen. Maar goed, we zijn er eindelijk klaar mee. ik wil... Oh ja, dat was geen echt kasteel. Snap ik. Oké. Nog een weg naar de sterren. Best wat spannend. En we zijn ze allemaal tegengekomen op volgorde volgens mij. Want we begonnen toch in... de linkse hoek. En hebben dus omhoog en naar rechts af en zo gegaan. Oké, best wel interessant. Maar we zijn dan maar 1 tekort. Dat betekent dat, wauw, we zijn echt best wel lang gekomen in dit spel. En nou, ik heb geen enkel idee hoe lang deze video eigenlijk is. Ik ben hier 24 minuten geweest. Maar de video is zeker niet zo lang. Dus wij gaan tenminste nog 1 level afmaken. Want alleen maar 1 level in een video doen, dat is helemaal niet genoeg, volgens mij. Wij hebben toch hogere standaarden dan zo. En blijkbaar kunnen we daar niet op glijden. Oh, godver, oké. Deze spuwen vuur. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee. Want dat is heel gevaarlijk. Weet ik veel. Maar ze zijn heel erg schattig.
Ze laat me denken aan een soort van dinosaurus die ook wat varken is zijn. Ze laat me denken aan varkens, maar ook dinosaurussen. En ik ben een grote fan van dinosaurussen en varkens, ja, best wel wilde. Ze maken tenminste goed vlees. Dat is eigenlijk alles waar het om gaat volgens mij. Hey, maak je geen goed vlees, dan ben je het niet waard als dier. Of zoiets. Nee, dat klopt helemaal niet, want ik heb helemaal niet alle dierenvlees gegeten. Volgens mij zijn er geen mensen die dat hebben gedaan, want niet. Er zijn geen enkele landen die alle dieren bevatten. En zou je zoveel moeten eten, zou je heel veel moeten reizen. En heel veel soort van vlees zijn eigenlijk niet zo aangevaard om te kunnen eten. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik het over heb. Maar weet je wat? Dolfijnen zou best wat interessant kunnen zijn. En volgens mij heb ik een video gezien waarin hij uitlegt. Oei. Oké, het is ons gelukt. Met min of meer niet zoveel mazzel. En nou, het gaat niet allemaal om mazzel, maar best wat vaardigheden ook, denk ik. Nou ja, ik had het over vlees. Ik weet helemaal niet waarom. Laten we nog één huisje doen. Eén huisje en dan zijn we zover. En eigenlijk was dat misschien geen goed idee, want een huisje zou best wat lang kunnen duren. Het gaat alles om hoe intricaat en ingewikkeld het is. Is intricaat eens een woord? Ik weet het niet, want ik zei het gewoon om aan te raden dat het een soort van woord was. Het is een soort woord dat je in meerdere talen ziet. En dat is voor mij een goed basis om gewoon aan te raden dat het ook een Nederlands woord is. Ik doe het best wat veel. En ik geef toe dat ik ben helemaal niet altijd zeker dat het een goed idee is. Maar het lukt me wel soms. Want Nederlands is Germanisch. En het komt uit dezelfde soort van oorsprong als het Noors. Of Noors heeft ook meer het noordelijke natuurlijk oorsprong. Maar er zijn een heel hoop vergelijkbaarheden. En het is ook heel vergelijkbaar met het Engels. Andere talen, nou minder het Spaans. Het Spaans komt uit de Latijn en zo. En die zijn best wat verschillend. Maar goed, het punt is, je kunt heel best wat vaak gewoon, of wacht, aanraden is misschien niet het woord ik zoek. Maar ik raad aan, nee, raad eens aan. Wie is het? Dat is toch iets, volgens mij. Oké, ik ben ook op dit moment heel vol stress. Maar ik heb het geprobeerd niet zo duidelijk te tonen, maar daar kon ik het gewoon niet aan. Godver, oké, we zijn er eindelijk klaar mee. En die geesten zagen er gewoon, die zien er gewoon raar uit. Die zien er niet uit alsof ze goed zijn gemaakt. En ze zijn verdwijnen, oké. Kan er niet aan klagen. Zeker weten. Is zeker weten iets wat je zegt, gewoon om te zeggen dat ja, het klopt hoor? Of betekent het iets meer? Want volgens mij, uit hoe ik het heb gehoord en van mijn kennis van het woord te weten, betekent het volgens mij dat je, het is een soort van bevestiging dat ja, het klopt inderdaad hoor. Nou, kennis oh nee, ik zie al wat ik moet doen. Ik moet die steengeestjes halen. Want die mag ik opstaan. Wauw. Daar, oké. Ik had een beetje rechtsaffer kunnen staan. En ik moet me nog een keer onderbreken. Want serieus, kan je rechtsaffer zeggen? Want ik heb gehoord dat die Nederlandse superlatief gebruikt heel wat zeldzaam het woord meer. Nou, in het Noors bijvoorbeeld heb je het woord belangrijk. Dan zeg je geen belangrijker, maar meer belangrijk. En in het Noors komt dat met woorden die best wat lang zijn. En ik weet niet precies waarom, maar het klinkt gewoon niet goed om dan een soort van equivalent van belangrijker te zeggen. Je moet dan meer belangrijk zeggen. Want, wauw, ik ontwijkte ze allemaal, holy shit. Maar ja, dat zet me soms in de war met het Nederlands, want het Nederlands doet het heel wat zeldzamer met die meer toe te voegen. Het Nederlands doet volgens mij veel vaker liever gewoon die er aan het eind van het woord. Zoals bijvoorbeeld belangrijker.
Het is een best wat lang woord, maar toch zeggen jullie gewoon belangrijker en niet meer belangrijk. Maar soms... Ik ben soms gewoon in de war met woorden zoals ingewikkeld. Het is zo'n lang en, mag ik zeggen, ingewikkeld woord. Dat ik denk met mijn Noorse hersenen dat... Ja, dat moet toch meer ingewikkeld zijn. Maar dat klopt volgens mij niet. Het zou toch ingewikkelder moeten zijn. En ik kan me ook ingewikkelder bepaald goed herinneren, want dat is een soort... onregelmatig woord waar je een extra D toe moet voegen. Ingewikkelder. En niet gewoon ingewikkeld. Wacht, nee. Wat in vredesnaam zeg ik? Er is daar al een D. Laat maar. Luister alsjeblieft niet naar mij, want ik zeg gewoon gekke dingen. Ik heb helemaal geen enkel idee wat ik zeg. Maar ik realiseer me ook nu dat deze geestblokken heel belangrijk, heel makkelijker zijn. Om naar hier toe te leiden. Kan ik wel zeggen, trouwens, omdat ik het een beetje daarover had. Woorden zoals belangrijk en makkelijk en moeilijk waren sommige van mijn eerste favoriete Nederlandse woorden. Want ze waren zo lang en merkwaardig. Ik vond ze heel vreemd en ik hield er echt van. Nu is mijn favoriete Nederlandse woord ruitensplooiervloeistof. Ik denk dat dat goed is, maar ik kan het verkeerd hebben. Ik weet het niet heel zeker. Maar hoe dan ook. We zijn eindelijk klaar. We zijn naar het chocolade-eiland 2 gekomen. En volgens mij is dat een goed punt om af te sluiten. Dus ter afsluiting. Dank je echt wel, zoals altijd, voor het kijken. Dit is heel ontspannend geweest en ik heb plezier gehad. Vertel me heel graag wat je vindt van mijn Nederlands. Of het goed gaat of niet. Of wel of niet. Alles is gezellig te horen. En ik ben altijd heel blij als er mensen zijn die dit echt bekijken. Meestal omdat het me gewoon verrast. Maar toch, het is altijd leuk. Even leuk. Maar volgens mij dwal ik nu af. Oké. Dank je zoals altijd voor het kijken. En hopelijk zie ik je weer de vorige keer. Tot dan, heb een nog steeds prima dag. Doei.